Al weken gaat het erover. De lange wachttijden voor een covid-test. Het grote gebrek aan testcapaciteit. Mensen die thuis op de uitslag moeten wachten en zo lang niet naar hun werk kunnen. Het wachten was op een test die snel, goedkoop en vooral betrouwbaar is. Onderzoekers van het UMC Utrecht en het Amphia ziekenhuis in Breda denken nu een flinke stap dichterbij te zijn. Twee sneltesten zijn goedgekeurd voor gebruik. Nou, deze stap is natuurlijk heel erg belangrijk, want we kunnen nu op een veel eenvoudige manier die diagnose stellen op een toch wel behoorlijk betrouwbare manier. Die PCR is een hele mooie test, maar het is eigenlijk de meest sophisticated test die we hebben. Complex, duur, vereist een laboratoriumomgeving om uit te voeren met echt goed gekwalificeerd apparatuur en mensen. En deze test, ja, die is gewoon veel eenvoudiger. Op dit moment doen ze onderzoek naar 5 corona-sneltesten. 2 daarvan zijn nu dus goedgekeurd. Die sneltesten kijken of er virus-eiwit in het lichaam aanwezig is. En dan volgt binnen een kwartier de uitslag. Dat is anders dan bij de PCR-test, de reguliere test van de GGD. Daar wordt gezocht naar genetisch materiaal van het virus. En daar is tussen de 24 en 48 uur voor nodig. Dat dit nu dus veel sneller kan, kan de druk op de GGD's verminderen. Een laboratorium is er niet meer voor nodig. En daarom is hij makkelijker en goedkoper om uit te voeren. Maar is hij dan ook even betrouwbaar? Als we kijken naar mensen die in de eerste week van de ziekte, dus vanaf de eerste dag dat je verschijnsel hebt, tot 7 dagen, vinden we 9 van de 10 mensen die we met de PCR vinden, vinden we ook met deze test. En alle mensen die negatief zijn met de test, waren ook altijd negatief waren met deze test. Volgens deskundigen gaan deze snelle onderzoeken de manier van testen in Nederland rigoureus veranderen. Docenten of zorgpersoneel kunnen snel getest worden en hoeven bij een negatieve test niet thuis te blijven. En voor die doelstelling, of je veilig met andere mensen contact kunt hebben, omdat je niet besmettelijk bent, daar denk ik dat deze test heel bruikbaar zal zijn. Gewoon een beetje, ja, langs die ribbeltjes eigenlijk. Ja. De minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, kwam vandaag kijken hoe de sneltest werkt en werd zelf ook aan een corona-onderzoek onderworpen. We gaan zo in spanning de uitslag afwachten natuurlijk. Nu de druk op de GGD's hoog is en er nog veel mensen niet getest kunnen worden, is er behoefte aan snelle inzet van dit nieuwe corona-onderzoek. Maar er moet nader onderzoek worden gedaan naar de inzet ervan. Je moet kijken hoe dat dan werkt als mensen die niet daarvoor opgeleid zijn die testen afnemen. Je moet ook voorzichtig zijn met het besmettelijk materiaal. Dus dan moet je weer veiligheidsmaatregelen inbouwen. En je moet kijken hoe het gaat in de handen van leken, hoe de performance van die test dan is. En dat moet je toch eventjes zorgvuldig uitzoeken voordat je dit zomaar gaat gebruiken. Het zal een paar weken duren voordat bekend is hoe de test in de praktijk gaat worden gebruikt. Na 15 minuten is de uitslag van de test van Hugo de Jonge binnen. Negatief getest en dat is iets positiefs, dus ik kan gewoon lekker aan het werk vandaag. Minister de Jonge heeft ruim 3,5 miljoen van dit soort testen besteld en onderhandelt over meer. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 4.996 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er 449 meer dan gisteren. Er liggen nu 1.021 besmette mensen in het ziekenhuis, 46 meer dan gisteren. Van de COVID-patiënten in het ziekenhuis liggen er 210 op de intensive care. En het bevestigde aantal coronadoden is opgelopen met 36. En de verpleeghuizen stijgt het aantal besmettingen ook. En wat ze daar absoluut niet willen, is terug naar de situatie van afgelopen voorjaar. Met veel besmettingen, veel doden en de deuren dicht voor bezoek. In de meeste verpleeghuizen mag familie nu nog langskomen. Bij een organisatie van verpleeghuizen rond Haarlem is zelfs bezoek mogelijk aan bewoners met corona. Mevrouw Rook, hoe gaat het met u? Nou, redelijk goed op het ogenblik. Nou ja, ik ben wel veel moe en het, ja, handig, maar dat komt dat je natuurlijk niet in je eigen huisje bent. Welkom op de corona-afdeling van organisatie Zorgbalans in Haarlem. Ze hebben recent alle bewoners met corona uit hun 12 verpleeghuizen hier verzameld om verdere besmetting in die verpleeghuizen tegen te gaan. We doen puzzelen, spelletjes. Er kan tv gekeken worden, dus we proberen zoveel mogelijk het normale leven wat de cliënten normaal op andere locaties hebben hier door te laten gaan. Er zijn nu 12 coronapatiënten, sommige stervende, maar met de meeste gaat het goed. In totaal hebben ze hier 32 coronapatiënten opgevangen de afgelopen weken, 4 overleden er. Opmerkelijk, familie mag 1 keer per dag langskomen. Dit is wat je aan moet als je hier bij je vader of moeder op visite gaat. Het mondkapje goed aandrukken, bril eroverheen en een haarnetje in. Het personeel doucht zich na afloop van de dienst onmiddellijk, maar een gewone bezoeker
zou corona in zijn haar mee naar buiten kunnen nemen. Als mensen echt achteruit gaan en de verwachting is dat ze gaan overlijden, dan mogen er meer bezoekers komen om afscheid te nemen. En dat zijn er dan twee tegelijk. Zoals Jet en Jan Hellings, een laatste bezoek aan hun doodzieke moeder van 97. Ik ben enorm blij dat dat kan. Ook al is het in deze kleding? Ook al is het in deze kleding, het is in ieder geval mogelijk. En anders was ze toch helemaal alleen misschien gestorven. En dat was toch verschrikkelijk voor haar geweest. Mevrouw Rook kijkt uit naar het moment dat ze terug mag naar haar eigen verpleeghuis. Ja, natuurlijk, daar hoop ik op. Ik durf niet echt te hopen, want weet is het wel, is het niet. Ja, het is na de derde keer al dat getest wordt. Dus het is spannend, hè. En hoe verpleeghuizen omgaan met de bezoekregeling is een van de zaken die geregeld worden in de nieuwe coronawet. Al maanden is die nieuwe wet onderwerp van verhitte discussie. De wet regelt welke maatregelen ingezet kunnen worden, zoals anderhalve meter afstand houden. Regels die tot nu toe in noodverordeningen vastliggen. Volgens tegenstanders krijgt de overheid door de wet te veel grip op het dagelijks leven. Maar een meerderheid van de Tweede Kamer is nu voor, omdat de wet flink is aangepast. Eigenlijk had de wet van minister De Jonge er al lang moeten zijn. Toch was er weerstand, maatschappelijk en politiek. En ook nu is er nog een aantal partijen kritisch. De vraag die gesteld moet worden bij een wetsbehandeling is of de voorgestelde wet proportioneel is. En dat is deze wet niet. Hoe is de burger het beste beschermd? Wat we nu zien is dat het gaat via noodverordeningen en het parlement verder geen formele rol heeft. In deze wet zie ik dat nu uiteindelijk wel terug. Het viel op dat juist oppositiepartijen het nu voor de wet opnemen. Dat is omdat ze een aantal punten konden aanpassen, waardoor ze nu voor zijn. Zo komt er geen landelijk bezoekverbod meer voor verpleeghuizen. Gaat de coronaboete omlaag van 390 naar 95 euro en het strafblad verdwijnt. De looptijd van de wet gaat van 6 naar 3 maanden. En ook krijgt de Tweede Kamer zelf meer macht. Die kan straks binnen een week bezwaar maken tegen een maatregel van het kabinet. Al blijft een enkeling bang of de minister niet iets kan doordrukken. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat de corona-app toch verplicht wordt. Als we dan toch hier dit gaan zeggen, dan gaan allerlei mensen thuis zeggen, ja, misschien gebeurt dat wel. En dan kan meneer Krol daarna zeggen, ja, vanwege de onrust ga ik tegen zijn. Het is onrust die hij zelf opvoert. Het kabinet hebben we vandaag nog niet gehoord. Zij leggen morgen uit waarom de wet echt nodig is.